Dag, beste gamers. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, back in Roma. Allee, back in... Torno a Roma, sì. De eerste keer in Rome is het eigenlijk, hè. Ja, allereerst, jullie hebben misschien het nu wel dankzij Mark hierboven gelezen in de kleine intro, maar ja, Game Vault heeft een kleine verandering ondergaan, ja. al sinds de crew toch. Game Vault is niet meer. Game Vault bestaat niet meer. Maar... Ja? Het goede nieuws is dat alle inhoud en spannend. Alle redactieleden en iedereen eigenlijk gewoon verder doet, maar dan onder de Eurogamer-vlag. Yes, de Eurogamer.be-vlag, wel te inderdaad. Verstaan. Maar we gaan proberen om van jullie zoveel mogelijk leuke, coole, unieke content weer te voorzien. Dus eigenlijk de mensen die onze kick-offs altijd al graag zagen, die moeten niet vrezen. Ze gaan gewoon eigenlijk onder een andere webstack, op een andere webstack geplaatst worden. Voilà. Op Eurogamer.be dus. Voilà. En nu ben ik er eigenlijk random een toren aan het beklimmen. Ja. In een klein spelletje. En we hebben nog niet eens verteld over welk spelletje, klein spelletje we het hier hebben. Welk spelletje zou het zijn? Zeg het eens. Rome. Rome, ja. Gitaar. De middeleeuwen. Tja. Rome. Ah, ik dacht dat je ging zeggen, het is de game genaamd Rome. Gebaseerd op die HBO-reeks. Rome. Nee. Assassin's Creed Brotherhood. De nieuwste. De nieuwste. En tegelijk ook, mogen we het al misschien direct verklappen... Een heel belangrijke titel voor het najaar. Ja. Hij is enorm goed geworden. Hij is enorm, enorm goed. En dat was eigenlijk een beetje de vrees van iedereen. En van mij ook. Iedereen had gevreesd dat het een Assassin's Creed 2.5 ging worden. Zowel qua plot als uitwerking. Dat was het commentaar bij het begin van de aankondiging. Maar het is niet zo geworden. Nee, inderdaad. Ik ben aangenaam verrast. En zeker door een intense multiplayer onder andere. Maar ook door een heleboel nieuwe... coole toevoegingen in de single player. Zoals? Ik ben hier eigenlijk nu gewoon at random aan het freerunnen, maar inderdaad, even snel opzommen. Nieuwe moves, nieuwe wapens, een mogelijkheid om moves aan elkaar te krijgen die dan steeds imposanter gaan ogen, dus de combat is eigenlijk iets verfijnd weer al. Dus je hebt de mogelijkheid om met paarden in de stad te rijden deze keer. En ja, Rome is eigenlijk bij gevolg gewoon de grote hoofdmoot van de game, van de singleplayer althans, want de kaart is immens. Ja. En de game is eigenlijk, deze stad is 3 keer zo groot als Firenze. En Firenze was al een van de grootste steden ooit in een Assassin's Creed game. Dus hier kan niet... Je weet wat we verwachten. Voilà, hier kan niet over geklaagd worden, er valt weer enorm veel vrij te spelen. Er zit weer een heel economisch systeem in. Je hebt de mogelijkheid ook om die Borgia Towers, dus, zoals je misschien al gezien hebt, die Borgia Towers, dat sectoren onder controle houden van de Tempelieren, neer te halen. En dan shopje, winkeltjes vrij te kopen, terug te openen, van alles te kopen. Dus nieuwe wapens, nieuwe armor. Inclusief een armor dat je dan weer kan verzamelen. Want dit is nu bijvoorbeeld het Altair-kostuum dat je eigenlijk in het begin van de game al meekrijgt. Maar je krijgt ook de mogelijkheid om het kostuum van Brutus bij elkaar te sprokkelen. Brutus, ken jij Brutus? Niet persoonlijk waarschijnlijk, maar jij weet wat hij gedaan heeft, hè? Stotterik heeft Julius Caesar, dacht ik, doodgestoken. Niet waar? Ja. Dus je kan dan zijn kostuum bij elkaar zien te verdienen. Dus te zeggen... Wat zit je hier ondertussen eigenlijk? Een dief. Ik ben eigenlijk gewoon at random aan het freerunnen. Maar ik ga zo dadelijk een missie tonen. Want ik ben nu over al die verschillende toevoegingen bezig. Maar wat is eigenlijk het belangrijkste van allemaal? Het zit in de titel van de game eigenlijk gewoon al. Brotherhood. Je kan dus nu zelf mensen gaan recruteren in de stad om Rome te bevrijden echt, hè, van de Tempelieren. Dit is echt een beetje de... Ik zou bijna zeggen de Romeinse revolutie. Geen Franse revolutie, maar Rome wordt bevrijd in deze game. Daar komt het op neer. Tempelieren worden weggejaagd uit de hoofdstad van Italië. En we gaan daar nu een missie omtrent over tonen. Yep. Dan gaan we naar de DNA. Dat is trouwens ook een heel unieke toevoeging dat ik wel... al lang op zat te wachten, je kan alle sequenties en alle missies terug opnieuw spelen. Ik ben nu bijvoorbeeld het einde van de vorige game, die... Wacht, is het deze? Ja, ik denk van wel. Op het einde van de vorige game, dat einde was echt subliem om te spelen en om die gigantische plotwending trouwens te zien in het Vaticaan. En je kon die niet meer herspelen. Dus als je die nog eens wou zien, dan moest je heel die game weer doorspelen. Ja. En die is vrij lang, Assassin's Creed 2. Dus, voilà. Ja, voilà. En wat moeten we doen? Je gaat het zo dadelijk zien. Even een kleine cutscene. Voilà, met Bartolomeo, dacht ik. Bartolomeo. Pizza Napolitani.
Once inside, your men can overpower the camp. Dat is een personage dat ook in de tweede er al bij was. Dus het is echt gewoon bijna de volledige cast van de vorige game, die er terug ook in zit. Die weer verder gaat. Ja, dezelfde stemmen, of grotendeels toch. En ja, Nathan... Ik had bijna Nathan Drake gezegd. Godver, hoe noemt die een acteur ook alweer nu dat de stem in spreekt van Nathan Drake? Ik weet het niet meer, maar die spreekt weer de stem in van Desmond Miles. Ja. Dus de achter, ja, enzovoort nog, kleinzoon van Ezio en Altair. En er zijn ook veel meer van die sequenties weer dat er zijn. Dus ja, qua plot is het echt een volledige package. Ja, het is echt een volwaardig opvolger, absoluut geen 2.5. Nu... Ik ga intussen zo dadelijk tonen wat dat die Brotherhood precies inhoudt, gameplaygewijs. Want potgewijs hebben we het nu al verteld. Maar wie graag wilt zien hoe de multiplayer onder handen nemen... Ja, die trouwens zeer, zeer goed in elkaar zit. Yep, die kan nu een kijkje nemen op de kick-off van Eurogamer.be. Ja, yep. Zeker doen. Intussen ga ik ook even de score meegeven. Dat in het nieuwe boekje staat. Ja, OPM. Wat hebben ze gegeven? Een 85. Beetje weinig naar mijn goesting, maar ik kan erin komen dat zij het misschien natuurlijk nog altijd te weinig vonden. Ja. Dat er wat meer vlees om het Assassin's Creed bot mocht zitten. Ups. En up, daar zijn mijn assassins. Dat is dus de Brotherhood. You there, stop. Oh, full synchronization failed. I don't give a crap, man. Voilà ze. Nee, die is van mij. Nee. Allee. Ja, die knappen dus eigenlijk het vuile werk voor u op, hè. En hoe dat is wel gemakkelijk. En hoe roep je die precies op? Nu, de L2-knop is daarvoor aangewezen in deze game. Je ziet linksboven die rode balkjes. Per balkje kan ik er eigenlijk 2 oproepen. Nu, je hebt wel een 10-tal assassins in totaal dat je kunt recruteren tegelijk. Maar je kunt er altijd maar 6 of zo oproepen op een bepaalde periode. Oh my. Knal, knal, knal. Ja, de AI zit wel heel goed in elkaar, zowel van de assassins. Ziet, en ze zijn weer weg. Hup. Hup. Die zijn gewoon weer weg. Missie volbracht. Hey, bijna, het is te zeggen. We zijn er toch al 8 dood. Al 8 dood, dat is zo goed als. Allee. Ik ga even een paardje roepen. Oh, kijk, er komt toevallig een paard. Afgelopen. Hey. Beetje Red Dead Redemption. Afgedarteld. gedarteld. Ze zeggen dat zijn hier drie herten. Herten die dartelen. Paarden dat dartelen, dat zou ik nogal vreemd vinden. Nog wel eerst een andere locatie zien te vinden. Waar gaan we die vinden? Wat zoek je? Ik zoek nog meer bad guys. Ah, kijk, voilà. Voilà. Mijn woorden zijn nog niet koud en we vinden gewoon al een vers kamp. Klaar dat, om de Brotherhood aan het werk te voilà, zetten. We gaan weer de L2 indrukken. Hup. Maar je kan die niet altijd... je kan die niet altijd gebruiken, hè? Nee, over tijd, kijk, dan vullen die balkjes weer. Dus je moet even wel geduld uitoefenen. En wie dat trouwens de 3 balkjes helemaal vol kan laten lopen, die kan alle vijanden in de buurt met een zogenaamde arrowstorm neerhalen. Dus dan vuren al uw assassins zogezegd allerlei pijlen af vanuit een geheime hoekje. Oh, kijk, het Colosseum. Nice. Daar gaan we even nog naartoe gaan, terwijl dat we afsluiten, denk ik zo even. Ja, dus, conclusie. Wel, we kunnen afsluiten met te zeggen dat Ubisoft eigenlijk gewoon iedereen gewoon lik op stuk heeft gegeven en gezegd van, mannen, dit is geen 2.5, dit is een volwaardige game en ik kan hen eigenlijk alleen maar volledig gelijk geven. Er zit een multiplayer mode voor het eerst in, die trouwens heel goed uitgewerkt is. In de singleplayer zit al hetgeen eigenlijk dat je graag had vanuit Assassin's Creed 2. Voilà. Plus nog eens een heleboel features die erbij zitten om het nog variërender te maken, waardoor je echt totaal pakket eigenlijk krijgt. Ja, ik kan er moeilijk woorden voor vinden, want ik vind het echt heel goed. Dit is wat mij betreft de beste Assassin's Creed tot nu toe. Maar hierna mogen ze wel, wat mij betreft, teruggaan naar de traditionele chronologie. Waarmee dat ik wil zeggen, ik wil graag volgende keer heel graag een nieuw tijdperk zien. De Franse revolutie. De afsluiting van het verhaal uiteindelijk. Ah ja, tuurlijk. Als het daar gaat eindigen, wie weet. Ja. Er werd gezegd, ja, een trilogie, maar we zitten aan deze derde game nu al. En kijk, ik ben even nog op het Colosseum hierboven nu. Voilà. How nice. Maar moet je niet meteen Rome niet meer bezichtigen? Voilà. Je kunt gewoon de game nu nazalen en... Je city trip echt gewoon schrappen. En gewoon deze game spelen.
Het is dus de moeite. Het is dik de moeite. En wij hopen jullie dan volgend jaar, wie weet, voor een nieuwe Assassin's Creed te zien. Ja, tot de volgende. Tot later.